Dit is Robert. Robert kan helemaal niets zien. Fietsen doet hij op zijn gehoor. Net als Julia. Die kan maar een heel klein beetje zien. Bijna niets. Julia, Robert, Natanja, Eva, Henriette en hun vrienden bekijken de wereld zonder hun ogen te gebruiken. En daarover willen ze jou meer vertellen. Ik ben Anna Kruijten, ik ben 13 jaar, ik woon in Heemstede. Ik ben Eva van den Berg, ik ben 15 jaar. Nou, ik ben Natanja, ik ben 12 jaar. Ik kom uit Purmerend, daar ben ik ook geboren. Ik ben Arnold, ik ben 12 jaar. Ik zit op de basis, ik zit ook Bartimeus. Ik kijk niet naar de slechte dingen in mijn leven, maar ik denk eraan wat allemaal leuk is. Ik zou je maar kunnen uitleggen wat niets zien is, want ik kan me daar niets bij voorstellen. Nou, gewoon niks, gewoon... Als ik met mijn hand kan zien bijvoorbeeld. Ja, bijvoorbeeld zeg maar, je hand kan ook niet zien, dus zeg maar. Met je knieën. Ja, andere dingen kunnen ook niet zien, dus ja. De tafel kan ook niet zien. Dus maar jij ziet dus ook geen, zwart? Nee. Geen donker? Nee. Toen je ogen achteruit ging, hoe oud was je toen? 2,5. Oké. En hoe lang heeft het geduurd? Toen ik 7 was. Dus je hebt vanaf je 2,5 tot 7 heb jij kunnen zien? Ja. Oké. Steeds minder en op 7 was ik blind. Zoals ik nu ben tenminste. En wordt het erger nog of niet? Nee. En hoe komt het dat je nu niet meer goed ziet dan? Nou, door een van de ziekte. Wat voor ziekte heb je dan? Ik denk niet dat je dat echt kunt verstaan, want het is echt een hele erge. Nou, probeer eens. Ik wil dus heel amaurose cogenita. Nog één keer. Amaurose cogenita. En wat voor ziekte is dat dan? Ik zie een zwarte vlek. Je hebt nooit kunnen zien? Nee, maar ik weet gewoon hoe alles eruit ziet. Want gewoon hoe ik het voel, zeg maar, zo'n laptop, dat weet ik gewoon hoe dat eruit ziet. Alleen de kleuren weet ik er niet, maar... Daar ben ik ook niet benieuwd naar. En hoe ziet een A eruit op rij? Doe ze met puntjes? Gewoon één puntje. Kan je dat mijn hand doen of niet? Want ja, het is een hand. Hier. De A is gewoon één puntje. Maar hoe doe je dat? Gewoon, maar ik kan beter een andere letter doen. Doe eens een andere letter. Doe maar mijn hand, dan kan je het voelen. Ik wil de N of zo. Ja. Dat is mijn letter hoor. Doe het nog één keer? Ja, maar dat is vier puntjes. Ja. Vier puntjes, oké. Okay. Weet je wat ik zo knap vind? Nou. Is dat jullie altijd van die rare slangetjes kunnen lezen. Hé? Dat zijn van die hele rare slangetjes. Wat zijn slangetjes? Ja, dat soort van, ja, dat noemen jullie van die letters of zoiets. Maar dat zijn hele rare slangetjes hoor. Nou, grote verrassing. Donderdag is al iets over verteld. We gaan weg, donderdag. We gaan vroeg weg. En we gaan naar Ecomare. Naar de wat? En die heette Michelle en die was gevonden en die was heel lief. Oké, okay, onderaan. Hey, ben je wel eens bij de zee geweest? Ja, maar niet bij de Waddenzee. Niet bij de Waddenzee? Nee, bij de Noordzee. En hoe ziet volgens jou de Waddenzee eruit? Nou, gewoon hetzelfde als de Noordzee. En hoe ziet de Noordzee eruit? Allemaal golven zo en dan die kant op. En ja? Met allemaal boten. Ja? En allemaal prachtig mooie dieren. Tenminste, lijkt mij. Ik weet niet hoe ze eruit zien, maar het lijkt mij. Ja. Lieve dieren, al bijna, ik denk niet dat je ziet ze volgens mij niet, maar ook zeemerminnen. Weet je wat ik zo mooi vind aan de zee? Nee. Het geluid. Het gaat gebeuren vandaag. Dames en heren, jongens en meisjes, ik heet u van alle harte welkom op deze vlucht naar Texel. Hebben we er zin in? Mijn naam is Leo van der Vaart. Leo is afdoener. Hoi! En ja, we gaan allemaal hele leuke dingen doen en bekijken en meemaken in Ecomare. De wees van de zeehond heeft een hele speciale naam. Dat is een huiler. Hola. En dat doet hij, zo heet hij, omdat hij, moet je niet schrikken, maar hij maakt soms het geluid van een, ja, als ik dan 's ochtends op mijn werk kom,
dan klinkt het ongeveer... Je schrok niet, hè? Het verschil tussen die twee soorten zeehonden, Henriette. Ja. Ja. Waar ligt het aan? Deze is groter. Ja, oké. Okay. Wat nog meer? Deze heeft meer vacht. Meer vacht? Ja. En voelen ze aan zijn kop? Alle twee, als je aan de voorkant staat? Kom. Deze is groter. Kom eens aan deze kant staan, een beetje. Dit is de grijze zeehond en hier is die andere, weet je nog? Mm-hmm. Wat zijn dat? Zij is de oren. Ja, precies. Ja. Wat denk je? Vijf. Ja, zo'n grote kop, hij wordt ook wel kegel erop genoemd, omdat hij een grote kegel als kop heeft. Dat loopt de ene lijn door. Ja, dit is voel je dan? Ja, voel ik een soort van lang binnenleven. Ja. Ja. Dan denk ik van, zou dit nou ook een vogel zijn? En dan voel ik zo, nou, en voel ik hier doen. Dan denk ik ook echt van, nee, het kan echt een vogel zijn. En dan voel ik zo, dan is het toch echt wel een vogel. Ja. Deze is wel iets minder zacht, maar ook wel zacht. Hij is ook zacht. Ja. Zou je wat knuffels willen kijken? Ja. Ja. Nou, kijk maar. Maar dit is een hele drukke dag. Jullie moeten misschien ook weer s'avonds thuis zijn of zo? Ik heb die zeester sterren genoemd. Sterren, nou goed. Sterren. De zeester is zojuist sterren genoemd. Ja, ik heb hem. Er zitten er twee in het aquarium. Met meerdere. Ja? Nou, als je nu je hand hier zo houdt, loopt hij er zo naartoe.